zijn weer op reis. Oh, en wat voelt dat fijn zeg, om weer eventjes op pad te mogen zijn. Heel erg tof. En nou ja, je bent van ons normaal gezien gewend dat we veel video's maken over investeren. Maar waarom investeren we eigenlijk? Ja, om volop te leven natuurlijk. Ja, wat we ook altijd tegen jullie zeggen is, verzamel IPB'tjes om BH'tjes te maken. En de IPB'tjes, dat staat voor inkomende producerende bezittingen. Hè, bezittingen die voor jou werken. Ja. Zodat je die BH'tjes kunt maken. De blijvende herinneringen. Exact. En dat geldt niet alleen voor jou. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Ja, dus nou ja, wij zijn nu letterlijk eigenlijk aan het vastleggen. De BH'tjes die we nu aan het meemaken zijn. En nou ja, we vinden het ook leuk om te delen. En het is ook een soort nalatenschap voor eventuele kinderen die er wellicht aan zitten te komen. Nou, en ik hoop echt oprecht dat het onze kinderen, als die er ooit mogen komen bijvoorbeeld, dat het hen inspireert om echt hun dromen na te jagen en ervoor te gaan. Je weet niet hoe lang je hebt en we stellen het vaak uit. Dus mocht deze video's onze kinderen inspireren of mocht het één van jullie ook inspireren, dan is het al de moeite waard geweest om deze video's voor jullie te maken. Precies. Dus kijk mee wat we weer beleefd hebben. Meenemen in de downwinder van Barra Grande naar Macapá, even voor jullie beeldvormen. Wij vertrokken dus ter hoogte van ons hotel Barra Grande Beach Club. Daar vaar je eerst 2 kilometer downwind, waar je kunt oversteken naar de mangroves. Dit stukje heet officieel Lagoa do Mangue. En als je daar nog verder zakt, downwind, dan kun je helemaal door naar de Macapá Lagoon. Klinkt frustratie op het water. Ja, ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. En het is meer dat er was al niet zo'n hele goede wind. Er was niet heel veel wind. Ja. En dan heb je achter je, heb je bosjes. Daar komt de wind vandaan. En dan ligt je kite daar op het water. En die kan dan niet bij de wind komen. Nee, hij vangt geen water, je kite. Geen wind. Geen wind. Ja, water genoeg. Ja. Maar geen wind. Dus en dan is de vraag, hoe ga je hem omhoog krijgen? En ik dreef wel af naar de bosjes toe. En ik wil natuurlijk niet dat mijn kite vernield raakte. Ja. Dus het was spannend. Dus stress. Gewoon stress op het water. Ja, je baalt gewoon en dan gooi je het eruit. Dan komt het goed. Ja, en ook heel eerlijk, het was super gaaf om daar zo door die bosjes te varen. Maar de wind was niet altijd top. Het was ook echt zoeken, hè? Van, ja. Waar is het nu lekker? Dus uiteindelijk
zal even laten zien hoe het verder afloopt. Oké. Okay. Nou. Hey. Nou, viel best mee nog. Te hebben bij Lagoa do Mangue, gingen we verder afzakken naar de Kite Lagoon. Geweest, ja. Dus bij de mangroves. Was en... wel echt super vlak water. Ja, het was echt super mooi. Echt butterflat gewoon. Ja, dus dat is ja sowieso een hele toffe ervaring om te doen. Maar crash niet je kite. Nee, dat, dus... is een beetje, dat is een beetje risicovol. Hebben we trouwens ook gezien, hè? Op het moment dat er een jongen zeg maar jumpte over die bosjes. Ja, zijn kite viel. En wij waren van plan om, zullen we doen? Zullen we toch door die bosjes gaan? En toen besloot uiteindelijk downwind te gaan naar de Macapa Lagoon. Ja, dat is aan de andere kant van de riviermonding. Daar heb je ook een lagoon. Alleen ik denk dat wij een beetje ongelukkig waren. Want het is natuurlijk een natuurlagoon. Ja. En de zandbanken waren veranderd. En daardoor was de lagoon een stuk kleiner geworden. Ja. En er waren wel heel veel kiters. Ja, het was echt heel druk. Dus wij zijn erheen gegaan en toen meteen weer terug. Ja. En toen gewoon, we zijn, uiteindelijk hebben we gewoon veel gekijkt in Barra Grande zelf. Gewoon voor het dorpje. Ja. Is natuurlijk ook makkelijk en relaxed. Gewoon vanuit je hotel. Dat hebben jullie ook gezien in de vorige video. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, kijk die zeker even terug. En daar is het natuurlijk ook fijn kijken. Als het laag water is, is het natuurlijk ook vlak. Ja. Ja, ja, daar heb je eigenlijk alle condities. Dus, bij hoogwater dan is het wel choppy of klotsbak. Maar... Ja. Nou goed, ik ben benieuwd wat vonden jullie van deze video. Laat het even weten onder de reactie. En gaat die nou echt komen? Hij gaat nu echt komen. Ja? Ja. Ik ben benieuwd naar de beelden. Dus we hebben ook vanuit Barra Grande, dus we zaten in het hotel, hebben ook nog een dagtrip gedaan. En dat was dus naar de Delta. Let's go! Dat is bij Paranaíba. Het was best wel een trip om daar naartoe te komen. Zeker. Maar
echt een mega unieke ervaring. Dus ja, we kunnen het misschien kort uitleggen, maar uiteindelijk was het een uur rijden. Daarna nam je een boot en echt door... Een soort Amazonegebied. Ja. Daar hebben we gedroomd, we hebben daar ook aapjes gezien. Ja. Toen zijn we gaan kiten op super, super, super vlak water. En de wind was echt boven verwachting. De wind was echt super goed. Ja, dus dat was eigenlijk het startpunt van onze downwinder. Maar daar hebben we eerst nog anderhalf uur gekeit. Een soort lagoon-achtig idee was het. Toen over de zee. Ja. Mega golven. Ik denk een golf van 5 meter. Ik was echt vet overpowered. Ja. Ja. En toen zijn we van de zee weer naar de rivier gegaan. En dat hield maar niet op. Vlak water, tussen de duinen. Het was duin aan de rechterkant, links waren bosjes. Ja, het was een fantastisch uitzicht en heel gaaf. Dus dat gaan we volgende week met en jullie delen. En toen nog de sunset birds, hè? De vogels met sunset. Ja. Ja, de rode vogels. Weet je nog hoe ze heten? Nee. Guara. Ah. De guara's. En ze zijn rood, maar dat gaan we de volgende keer uitleggen, waarom ze rood zijn. Precies. Leuk verhaal. Dus, nou, tot volgende week. Ciao!